Ja, dames en heren, ongeveer 2 jaar geleden zat ik samen met Erik Kersten op een heerlijk plekje met een glaasje wijn. En dan zaten we na te denken hoe we misschien de AFAS Tennis Classics, die we al 15 jaar in Nederland hadden georganiseerd, wellicht ergens anders naartoe zouden kunnen brengen. Misschien naar Duitsland, misschien naar België, of wellicht naar Curaçao. Nou, u ziet waar ik op dit moment zit. Prachtige plek aan de zuidkust van Curaçao in Fuik. En u raadt het al, ja hoor, het is waarheid geworden. De Curaçao Tennis Legends. Op dit moment is het voor mij al geweest, maar voor jullie, het komende half uurtje, gaat het allemaal nog komen. U gaat meemaken wat wij al meegemaakt hebben en dat was geweldig. Het tennis op de baan was mooi om naar te kijken. Er waren schitterende rallies, de spelers gaven alles en het publiek heeft er echt genoten. Maar we wilden ook graag een impact achterlaten buiten de tennisbaan. Dus we zijn mooie clinics gaan organiseren op het Brionplein, 280 kinderen. We hebben het op de verenigingen gedaan, we zijn overal geweest. Komende half uurtje kunt u zien wat wij hebben meegemaakt. Geniet ervan. Na jarenlang regen, zon, sneeuw in Nederland wilden we eigenlijk de permanente zon op gaan zoeken. Dus zo is dat tot stand gekomen. Unfortunately, the worst thing is just, you know, the location. I think it's not nice. I mean, the view is terrible. Ik ben trots op Erik hoe hij het vanaf daar heeft opgepakt en tot echt een geheel heeft gekneed en uiteindelijk mogelijk heeft gemaakt. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben echt aan het genieten. Great to be here. First tournament, so I really hope that it will go through and be coming back every year to have a good time. Om zich te ontspannen voor zijn eerste wedstrijd reisde toernooitopper Fernando González af naar het strand. En daar dook opeens een andere sportster op. Maak kennis met Ozzie Albies, een professioneel honkballer uit Curaçao. Die speelt voor de Atlanta Braves in de Amerikaanse Major League. Albies stond met een vriend een potje te beachtennissen, maar dat ging met wisselend succes. En zodoende besloot González om in te grijpen. Ik wil je laten zien. Na wat balletjes geslagen te hebben, had González ook een verrassing voor zijn nieuwe hittingpartner. Yeah. Hi, I'm Fernando González. I'm a tennis player. Hi, I'm Ozzie Albies, baseball player. Oh, you look like a tennis player. I mean, I do my best. You can play. And you like tennis? Yeah, I do like tennis. And you would like to come to the event we have in Legends? Yeah, of course. Here we go. It's for you. Thank you, thank you. Albies was overigens niet bij toeval op het eiland, want hij doet mee aan de Curaçao Baseball Week. En dus had hij ook zijn honkbalknuppel bij de hand, die González even mocht uittesten. See the ball, I hit it. Try to hit it. Oh, yeah, it's heavy. Yeah, I was just playing some tennis and Fernando González showed up and he teach me some tennis and I was just trying to teach him some baseball too. I just met Ozzie and it was really fun because he teach me how to bat a tennis ball. Well, he's good. I mean, he's a great athlete and he can still improve in about tennis. So I'm coming to see what more I can learn in tennis. Try to do like a backhand, like a lefty backhand, but at least I hit a few balls. Toen de avond viel, stond de Legends uit de Gouden Generatie een gedenkwaardige verrassing te wachten. Een mystery guest trof de laatste voorbereidingen voor zijn surprise act bij het diner. We staan hier in de keuken van het Santa Barbara Beach & Golf Resort. Wie bent u? Wat gaat er hier gebeuren vanavond? En ja, dit is toch een erg bijzonder moment volgens mij. Ja, ik ben hier omdat ik iets was. Mijn naam is Stanley Franker, ik was bondscoach van Nederland en Davis Cup captain. En ik heb de Gouden Generatie mogen coachen. En die gaan vanavond hier in het restaurant een hapje eten. En ik ben verkleed als kok, dus ik ga ze verrassen, want ze weten niet dat ik hier gekomen ben. Ik ben namelijk door een van de sponsoren van het evenement benaderd om acte de présence te geven. Maar het moet voor u ook een heel bijzonder moment zijn, denk ik. Ja, ja, het zijn net mijn zoons. Hè. Ik ken die jongens al zeker een jaar of 25, 30. Want ze zijn nu ook al bijna tegen de 50 aan, sommige van ze. Dus het is een zeer bijzonder moment.
Het wordt een bijzondere avond. Ja, ja, reken maar. Goedenavond. Vergeten, dat is leuk, dat is een leuke stand. Ja, het is ongelooflijk dat hij natuurlijk in zo'n pakje binnenkwam. Ik had het in eerste instantie helemaal niet door, maar het is geweldig dat de stand hier ook is. Ja, dat is toch niet te geloven. Dan ben je op Curaçao en in één keer komt er iemand uit Suriname aan. En ik had veel verwacht, maar dat niet. Een paar weken geleden kwam Erik in de ring en die zei van nou ja, de agenda zit zo en zo in elkaar en we hebben één dinner moment en we gaan het op deze manier doen. We brengen Stan in als personeel van een restaurant en we gaan kijken hoe ze daarmee omgaan. En dat is vandaag gebeurd en dat is fantastisch. Eén simpele vraag eigenlijk, hoe is het verlopen? Nou, fantastisch. Die jongens waren natuurlijk aangenaam verrast me te zien en dat heeft me natuurlijk heel veel goeds gedaan. Ik werd om de hals gevlogen door mijn zoons, tenniszoons, ja, dat enthousiasme had ik eigenlijk niet verwacht. Dat ze verbaasd zouden zijn, even zouden kijken, maar Paul sprong gelijk van zijn stoel op. En ik ben een gelukkig mens. Door dan naar de eerste actie op de banen bij het Santa Barbara Beach and Golf Resort. Voor de wedstrijden begonnen gaven Legends Henri Leconte en Schenk Schalken met veel enthousiasme een masterclass aan de beste tennisjeugd van Curaçao. Wat betekent dat voor u ook en wat voor het eiland, denkt u, dit hele evenement? Voor mij betekent eigenlijk een soort dat we eigenlijk de tennissport hier op Curaçao gewoon gaan uitbreiden met heel mooie wedstrijden. Maar ook voor de jonge kinderen, dat ze eigenlijk ook zien dat ze ook op een hoog niveau kunnen komen. Jij vindt het hartstikke leuk vanavond volgens mij. Ja, ik vind het heel erg leuk. Want ze doen het ook niet alleen voor ballen slaan en ze maken spelletjes ervan. Dus dat vind ik heel leuk. Clinic geven op Curaçao, dat is toch wel een bijzondere ervaring denk ik. Ja, dat is de eerste keer, maar het was leuk. Met de betere kids van Curaçao, meerdere leeftijdscategorieën. En ze konden allemaal goed tennissen, dus ik werd flink uitgedaagd. En ik denk Henri ook wel. You look tired. Do I look tired? Not at all. I'm not tired. I'm just having a good time, you know, here and play with everybody. It seems that the kids, you know, they just enjoy it. And it's great to play with them because they have to just to remember it's a game. So they have to enjoy it. They have to have fun on the court, which is the most important thing. De daadwerkelijke start van de Curaçao Tennis Legends ging gepaard met een flinke portie vermaak. En dat was vooral te danken aan geboren entertainer Henri Leconte. De voormalig nummer 5 van de wereld speelde in de openingswedstrijd tegen Schenk Schalken, die de laatste twee edities van de AFAS Tennis Classics in Apeldoorn won. Leconte had zoveel moeite met het niveau van de Limburger dat hij het zelfs een ballenjongen maar liet proberen. Henri, the big question of course is, who was better tonight, you or the ball kids? The ball kids. Ball kids have more potential than me. Me, I'm over. It was a great match. We had a good time. It's just to, you know, to have a good time with the people around and the ball kids to make them, you know, to play a little bit. Ik laat hem lekker de grappen en grollen met het publiek doen. Daar zit natuurlijk super goed in. En het is een hele ervaring. Such a great occasion to be here. Nice hotel. I just have just to complain is the weather. The weather is so. No, it's hot. It's nice. Everything is well organized. Kan niet beter. Moet je kijken. Ik denk dat een graadje of 6-27 is een beetje wind en prachtig. Een hoop mensen die hier komen. Mensen gaan nu lekker eten. Het is allemaal perfect hier. Kom op, Shaggy, maakt niet uit, jongen, je kan het. Time. Nou, ik moet je echt zeggen, ik keek echt wel tegenop. Ik heb echt de laatste 5 jaar nauwelijks getennist. Ik ben de laatste maanden weer een beetje aan het oppakken, omdat ik wist dat dit evenement eraan kwam. En dan is het moment suprême. Dan moet je ineens aantreden. Ik moet je zeggen, ik was best wel nerveus. Jacco, de baby is vandaag als het ware geboren. De eerste dag van de Curaçao Tennis Legends. En jij bent toch wel een van de ouders, min of meer kan ik zeggen, denk ik. Hoe was het?
Zo te zien is hij nog niet geboren, maar ik moet zeggen, het was een zware bevalling voor mij in ieder geval om te spelen. Want weet je, je wilt het zo graag goed doen, omdat je de eerste keer hier bent op Curaçao. En wil je graag de mensen een topdag bezorgen. En dan moet ik eerlijk zeggen, als alles dan zo lekker loopt al, weet je, mensen kwamen aan, lekker borrel. Mooie singlewedstrijd met Schengen, met Henri. En dan, het diner was zo fantastisch op die plek, daar zo voor Santa Barbara voor de ingang van het hotel. Er wordt altijd veel gezegd over de voorhand van Fernando González natuurlijk. Jij mocht er vandaag naast staan met hem spelen, hoe was dat? Nou, het was wel heel fijn dat hij in ieder geval iemand die een voorhand kan uitdelen. Dus dat kwam heel goed uit. En ja, fantastisch. De openingsavond kreeg een bijzondere wending toen Ozzy Albies, de nieuwe vriend van Fernando González, het racket ter hand nam. Deze 20-jarige tweede honkman is afkomstig van het eiland en debuteerde afgelopen zomer in de Major League Baseball bij de Atlanta Braves. Zijn entree leverde vrijwel meteen een hilarisch moment op in de vorm van deze netbal. De nieuwe dubbelspelpartner van Fernando González was lekker op dreef en het zorgde overduidelijk voor inspiratie bij de Chileen zelf. Want de voormalig Australian Open finalist sloeg in honkbalstijl een van de trickshots van zijn leven. Albies en González vulden elkaar uitstekend aan. En dus verschenen zij ook met een lach op hun gezicht voor de microfoon na afloop. He didn't lose a game, so he's the man of the match. It was very special first time playing tennis. And playing with González was fun, we enjoyed it. And I hope I can do it again. De volgende ochtend moesten de spelers vroeg op om koers te zetten richting Willemstad. Hij stuitte, komt omhoog en dan slaat. Op het iconische Brionplein vond een enorme clinic plaats. Gaat het goed? Ja, gaat wel eens goed. Bongballa. Bongballa is goede bal. They are very good. I'm telling you, we have some new champions coming up. Unbelievable. Rekkebelle. Het werd een geweldige ochtend. Het plein in het hart van Willemstad stroomde vol met een paar honderd enthousiaste kinderen van verschillende scholen op Curaçao. Samen vermaakten zij zich onder een tropisch zonnetje met de Legends en de tennissport. Er was zelfs hoog bezoek bij aanwezig. Wat voor gevoel geeft het u als u dit zo ziet om u heen? Een heel fijn gevoel. En het gevoel wordt alleen maar versterkt doordat er zoveel kinderen meedoen aan de tenniskliniek. Het is een heel mooi moment om de kinderen kennis te laten maken met de tenniswereld. Als ze uit school moeten is het altijd leuk. Dus ze zijn hier met plezier, ze hebben er smaak in. En hopelijk na de activiteiten, in de evaluatie zullen we horen dat ze ook leuk hebben gevonden. Je ziet de kinderen, hoe ze tijdens de wedstrijd zijn ze aan het glimmen. Dus dat vind ik heel prachtig, dat de kinderen mogen meedoen. Na deze goed gevulde ochtend moesten de Legends snel door naar het tennispark. Daar wachtte een groep kansarme jongeren voor opnieuw een kliniek. 1, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voor deze kinderen is sporten geen alledaagse bezigheid. Het is een kans om even te ontsnappen aan de dagelijkse zorgen. De Legends wisten in elk geval voor even een lach op hun gezicht te toveren. S'avonds verschijnt er een hele andere Paul Haarhuis op de baan. Hij is er nu helemaal klaar voor. Zijn halve finale bij de Curaçao Tennis Legends tegen Fernando González. Haarhuis mag dan 51 jaar oud zijn, maar de Eindhovenaar is nog altijd rap ter been. En knokt voor een ontmoeting met Schenk Schalke in de finale. González laat echter iets meer mooie dingen zien. En hij wint het lange duel in de match tiebreak. This was a match that must have cost a lot of energy, I think. Yeah, it was hard, it was long. The humid is, I can feel it. But fortunately I won, and fortunately it was a good match for the crowd too.
I want to look ahead to the final with you because you're playing against Schenk Schalken. That must bring up some memories. Yeah, absolutely. We play memorable matches and long matches, like five sets. And I think we always play good matches and it's really a tough opponent to beat. Ja, het is een rematch van de finale van afgelopen jaar. Dus leuk, alleen nu een andere ondergrond. Dus ik denk dat hij dit keer de favoriet is. De avond werd ook op deze tweede speeldag afgerond met een luchtig demonstratiedubbel. En zoals dat gaat met dat soort potjes, ging dat ook nu met vallen en opstaan. Very good. Baseball is de nummer 1 sport op Curaçao, maar als je kijkt hoe enthousiast mensen op tennis reageren, denk ik dat voor iedereen, ook voor de tennisliefhebbers, boven verwachting leuk is en entertaining is en bovendien tennis van een goed niveau. De meest spectaculaire actie die de Legends uithaalden tijdens hun week op Curaçao vond plaats in het hart van Willemstad. Voorbijgangers stonden raar te kijken toen bovenop de kenmerkende Koningin Emma-brug opeens een tennisbaantje werd neergelegd. De brug is 168 meter lang en de enige drijvende houten draaibrug ter wereld. Logisch dat de spelers onder de indruk waren van deze opmerkelijke stunt. Nou, ik heb gehoord de eerst enige drijvende brug in de wereld. Ja, en dan hebben wij daar net even een beetje een potje op gespeeld. Dat was leuk, waanzinnig uitzicht. Maar het is gaaf man, dit is toch mooi jongen. Hier komen grote olietankers en grote cruiseschepen langsheen. En dan sta je daar op dezelfde plek sta je gewoon een beetje te tennissen. Dat is toch apart. Dat is echt mooi. Ik denk dat die beelden echt de hele wereld overgaan, dat weet ik zeker. Really nice to play here and the bridge is really cool. Ja, het is fantastisch. Je ziet ook die mensen die langskomen van wat zijn dit voor idioten die hier op die brug ons in de weg lopen eigenlijk. Maar het is prachtig om op deze plek ook weer te kunnen tennissen. Onder toeziend oog van de minister van Sport op Curaçao begint de finale dag van de Curaçao Tennis Legends met de dubbelspelwedstrijd van Paul Harhuis en Jacco Elting tegen Henri Lecomte en Jan Siemerink. Met de Fransman betekent dat vanzelfsprekend dolle pret op de baan. En soms wordt er ook onbewust iemand voor schut gezet, zoals in dit geval Jan Siemerink. Tegelijkertijd eisen de mannen ook echt wel iets van zichzelf. Je wilt het graag goed doen. Weet je, je wil graag in ieder geval dat je geen ballen mist. Dat de rallies aan de gang blijven. Zeker die dubbelwedstrijden waar ik dan vaak in meespeel. Dat is dan toch met name ook om tennis mooi te maken. En mooie rallies, rare ballen, hard, zacht, hoog, laag. Alles wat de sport, onze sport zo mooi kan maken. En dan wil je niet dat jij degene bent dan die een bal mist of die een bal een fout slaat. Elting en Harhuis, samen het gouden Nederlandse dubbelduo uit de jaren 90, sleepten de hoofdprijs in de wacht. Ja, geweldig om hier de eerste Curaçao Tennis Legends te winnen. En ja, die stond nog niet bij de dubbeltrofeeën, dus hartstikke leuk dat we met samen dat toch weer kunnen doen. De man hier in beeld was een tijdelijke vervanger van Lecomte. Maar hij had niet in de gaten dat de voormalige Roland Garros finalist hem zijn geld wist af te troggelen. Natuurlijk werd dit ook weer keurig terugbetaald. De conclusie, Jacco, volgens mij een geslaagd evenement met perspectief voor de toekomst. Ja, de geruchten zijn volgens mij gewoon heel goed. En uiteindelijk denk ik dat Erik uiteindelijk de keuze moet maken en de balans moet opmaken. En dan samen met de partners hier koppen bij elkaar steken en zeggen, kom jongens, laten we gewoon zorgen dat dit gewoon jaarlijks terugkerend evenement wordt. En dan is het tijd voor de echte finale. We zien een opkomst die past bij een groot ATP-toernooi. Door het rookgordijn komen Fernando González en Schenk Schalken het centercourt op voor het slotstuk van het evenement. González trok, zoals we van hem gewend zijn, vooral bekijks vanwege zijn steenharde voorhand die soms nog steeds monden deed openvallen bij de fans. Ja, het is toch wel bijzonder om tegen zo'n grote voorhand te spelen, want je ziet totaal niet waar hij naartoe gaat. Je moet het hele veld moet je coveren en dat gaat natuurlijk niet. Schalken bood wel prima partij aan de Chileen, maar moest het uiteindelijk afleggen in een match tiebreak. You will always have the honor to be the first champion of the Curaçao Tennis Legends. Yeah, I'm so happy to be here. I had a really good time here in Curaçao, especially on the tennis court and
We play good matches, fun matches, and of course I win, and it's even fun for me. De eerste twee dagen was het business to business. Mooie ambiance, heel chic. En vandaag zie je dat je gewoon met kaartjes kopen kon. En ook daarbij was de stand goed vol. En dat is natuurlijk hartstikke leuk, want het is een nieuw evenement. Mensen zullen er even aan moeten wennen op het eiland. En ondanks dat komt er veel volk op af en dat is leuk. Hopelijk heeft u net zoals ik genoten van de Curaçao Tennis Legends. En is er een zaadje geplant om dit toernooi gezond in 2018 weer terug te brengen. Ik ga hier nog even genieten. Terwijl u koud naar buiten loopt om nog wat open haardhout te pakken, ga ik hier nog eventjes afkoelen en eventjes lekker het water genieten van wat ik hier in de afgelopen dagen heb meegemaakt. Hi. Come to see us on Santa. Ha 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 ha!